Weet je hoe je vlog moet beginnen? Nou? Dat je doet alsof je hem op de grond vindt. Wat een top idee! Wat een top idee, ouwe! Goed gedaan, hè? Ja! Duimpie! Heb je eigenlijk verteld waarom we hier zijn? Nee. Joost en ik vonden het koud in Nederland, dus we hebben de zon opgezocht. Zie hier, Duitsland. Hey man, dit is echt een mooi shot, hè? Dit is, ja, hier doe je het voor. Kijk man, dan. Kom je? Ja, kom maar, even snapchatten. Tempelhof is een verlaten vliegveld in Oost-Berlijn, waar vroeger tijdens de Tweede Wereldoorlog dan Amerikaanse en Europese landen hun spullen dropten voor dat deel van de stad. Ja, daar lopen wij nu. En het is koulo groot. Ja, dat kun je wel zeggen. Oké, okay, Joost en ik zijn nu bij mijn netwerk, Dievenmove. Dat zit in Duitsland. We zijn er even langs gegaan. We gaan nu nog wat drinken. Heel leuk, allemaal gezellig. Maar ze hebben hier op het toilet, waar de akoestiek heel erg slecht is, dus misschien horen jullie mij slecht, hebben ze een raadseltje. Je mag hem niet opzoeken, maar je moet hem even op start drukken en oplossen. Ik had hem na 10 seconden, want hij is best logisch. En niet in de comments kijken, maar kijken of jij hem op kan lossen. En als dat lukt, als jou dat lukt, doe ik jouw comment een duimpje omhoog. Dus, succes. Wij gaan nog even naar een restaurant. Doei! Elk jaar ga ik naar Berlijn, echt 1 keer per jaar zoiets. Nu al 5 jaar lang. Ook elke keer hierheen. Ik ga niet vloggen hierin, dat zou echt, ja, niet echt kunnen. Maar dit is een monument dat staat voor alle Joden die zijn omgebracht in de Tweede Wereldoorlog. En zeg maar, als je er doorheen loopt, is het heel intimiderend. Moet je maar opzoeken, ik ga dat niet filmen. Ja, kan je niet maken, denk ik. Best intimiderend altijd. Hey Joost, is het lekker? Ja, lekker. Hey Raoul, is het lekker? Ja, lekker. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe shoplog. Joost en ik zijn de afgelopen dagen naar Berlijn gegaan en daar hebben wij leuke dingen gekocht. We zijn net naar het verkeerd station gegaan, maar daar hebben we wel deze bargains op de kop geslagen. Onder andere... Even scherp stellen. Een Hertha shirt voor op je shirt. En ook nog andere speldjes voor op dingen. Zoals jullie weten ben ik al heel lang Hertha supporter. Sterker nog, hier heb je een throwback naar mijn vorige wedstrijd die ik bij Hertha heb bezocht. Ja, dat was heel leuk toen. En ik heb een mooi vest van Hertha. De beste club van Berlijn. Gaat, laat het logo nog eens zien. Als het logo een mens was, zou ik hem sowieso roosten. Waarom? Het past echt heel goed bij gewoon dit beetje zilver, grijsachtig, oranje. En dan opeens een fucking random wit logo erbij. Laat jouw shirt eens zien. Nee, ik ga hem niet bij de hand in de mond. Ik heb geen shirt gevuld. Ik heb niet van Hertha. Nee, alleen Dunkin' Donuts. Feyenoord. Je bent gewoon voor Hertha, omdat Salomon Kalou daar... Ja, weet je. Shout-out naar Kalou sowieso. Laat zien wat je... Oh, throwback in my brain. Kalou, Kastelen en Kuit, voorhoede. K3. Zijn jullie, man. Dat was K3, toch? Ja. Oh nee, Kastelen is met een C. Echt? Ja. Hey, Romeo Kastelen is toch met een C? Met een K, toch? I don't know. Laat je shirt zien. Ik heb niks gekocht. Hij is fucking hard. Ik heb niks gekocht. Ik vind het logo eigenlijk wel mooi. Ik heb een polo gekocht. Heb jij ook gewoon een Hertha ding gekocht? Ja, ik moest van Roelie. Waar zijn we, Roelie? Laat zien, mooie omgeving. Dit is echt, dit past echt bij een shoplog. Doe je je rechterhand, kijk eens aan. Niet omkijken. Doe je rechterhand eens naar rechts. Ja, vlakker. En iets omhoog. Iets nog omhoog. Nog iets omhoog. Nog iets omhoog. Doe nu eens een duckface. Nee. Wel? Nee. Wel. Hey, I don't know what the fuck is that for your vlog? Wat moet ik doen? Joost.
Joost, waar ben je? Joost, ja. Waar ben je? Ik kom daar op, man. Waar ben je? Hij moet me even aftrekken. Hij even laten. Hij moet. Hey, ik ben een. Weet je wie dit is? Dido. Dat is toch Dido? Deze zijn vanaf een neuer geweest, hè? Neuer. Ik denk dat hij nu nieuw heeft. Van de pakketjes. Maar die nu heeft zijn neuer. Zijn nieuwer. Dat was wel leuk. Ja, dat probleem had ik net ook toen ik hem terug wilde stoppen.